bij deze nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2019 met Bleefs natuurlijk. En vandaag, dames en heren, gaan we eerst rijden met een SGM op het hart van Nederland. Want we hebben best wel een tijdje niet meer gereden, vind ik. Dus zodoende gaan we eventjes weer op het hart van Nederland bezig. Even een treinstel koppelen en breng deze combinatie via Amersfoort en Utrecht naar het opstelspoor, waar het ingezet gaat worden als extra trein vanwege de verwachte drukte. Nou, dat is voor mij geen probleem. Ik haal de pauze er eventjes vanaf. Zo, we staan hier nog op het... hoe noem je dat? Een soort van zeespoortje. Dat is een hele grote ramp. Volgens mij... kunnen we vooral nu gewoon... aanmaken en even zien... of wij, waar moeten we heen rijden nu? We zijn hier. En we moeten, gaan we hier aankoppelen. Waar zijn wij dan? Oh, wij zijn hier. Dus we hoeven alleen maar rechtdoor te rijden. Oh, dat is wel makkelijk. Goed. Zo. Dan gaan we gewoon even op rust. Een heel rustig tempo. Dan gaan we even die kant op rijden. Zo. Altijd even een screenshot maken, heel belangrijk. Nou, daar kregen we een approval voor. En dan kun je het mooi even het spul gaan aankoppelen. Eens even zien. Ik zit wel even te kijken van waar zit onze trein eigenlijk. Of misschien moeten we hier wel keren, tenminste. Of moeten we... waar? Nee, zal ik koppelen? Nee, serieus? Oké, dit wordt wel een... dit wordt een leuke combinatie om mee te rijden. Ja. Dit wordt wel een hele bijzondere combinatie om mee te rijden. Nice. Zo, is het al stil van komen? En dan heel langzaam aankoppelen. Zo, even stilzetten nu. Nou, we zijn dus gekoppeld, dat is mooi. Even alles hier netjes uitzetten. Zo. Die op neutraal. Nee, we gaan niet in de SLT, we gaan in de SGM rijden. Strangely enough. Heel raar dit, maar... nou, nogmaals, ik vind de bijzondere... lol. Ik vind het wel de leuke dingen om mee te rijden natuurlijk. Ja, je ziet dit soort combinaties natuurlijk niet heel erg veel. Dus daarom dat het ook zo leuk is om te doen. Die moet ik trouwens wel aan. Inderdaad. En dan kunnen we... ja, vooruit rijden denk ik dan maar. En je hoort de SL2 achter, die hoor je ook optrekken. Dat is echt wel nice. Oh, en we zitten ook nog in de SL2 met de passenger seats. Nice. Waar zijn de briefing dan? Even een... oh ja, een trein zou koppelen. Niemand zei dat het een SGM zou worden die zo gekoppeld worden, hè? Nee, dat is waar. En daarmee moeten we dus naar Utrecht heen rijden. Nou, dat vind ik op zich... ja. Oeh, kijk eens, een oude koploper. Van AEG dacht ik, of niet dat die was. Die koploper. Ego. Oké. Kom tegen een geel sein aan. Betekent dat we rekening moeten houden met rood. Ik
Nou, laten we het overweg maar niet ophouden. Zo. Wel netjes blijven doen, hè? Even kijken. Ja, hebben we de overweg hebben we niet ernstig veel opgehouden. Oh, het schijnt dat die firm dan waarschijnlijk even voorrang op ons heeft. Het is op zich wel logisch dat firms voorrang op ons hebben, want het zijn natuurlijk treinen die gewoon in dienst zitten. Ik denk als die voorbij zijn dat wij dan wel. Oh, oké. Okay. Ook goed. Vind ik net zo prima. Maar alsnog moeten we rekening houden dat wij hier. Of moeten hier keren zometeen. Oké, okay, dat is wel logisch. We rijden ook trouwens momenteel op het nieuwe Hart van Nederland beta 1.3 is dit ondertussen. Hierbij is een stuk van het Utrecht naar Breukelen is weer toegevoegd. Maar we zullen dit stukje rijden we alleen vanuit Amersfoort naar Utrecht. In rechtstreeks stuk in ieder geval. En dat gaan we dan niet doen met de SGM. Nee, dan gaan we dat met de SLT doen denk ik. Want we moeten zo namelijk een omkeer maken. En dan gaan we met de SLT rijden. Zo, dit doe ik even alles eventjes uit. Die op neutraal, die neutraal. En dan kunnen wij als het goed is, kunnen wij omkeren. Dat is niet omkeren. Dit is omkeren. En dan doen we deze ATB aan. Richting schakelen naar voren. Lichten. Of frontzijnen. En dan kunnen wij nu met de SLT. Waar zullen we die even op zetten? Niet instappen, dat lijkt op zich wel logisch. Zo. Even een screenshotje en dan kunnen wij nu gaan vertrekken. Anders komen we namelijk te laat in onze dienstregeling, dat willen we niet. En je hoort die SGM achter je, hoor je ook weer. Al kan de SGM normaal gesproken niet harder dan 120 km per uur, maar de SLT wel. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan weer opgepakt wordt. Hoort de SGM wel. Hij werkt wel mee in ieder geval met tractie geven. Dat was op zich prima. Huh. Oh. Ik vind dat we even een drive-by moeten doen. Ook al rijden we nu iets te snel. We gaan echt wel even een drive-by doen van het fietspad. Hier zo. Dit is wel een mooi stukje, denk ik. Nou. En er zitten nog heel toevallig ook passagiers in de SGM. Waarom blijft ze naar beneden? Oh, er komt nog iets aan, denk ik. Ja, er komt nog een film.
Anyway, wij gaan terug de SLT in natuurlijk. Even de cabineverlichting even bij aandoen natuurlijk, heel belangrijk. Het lijkt erop dat wij gewoon 130 kunnen gaan rijden met de SGM erachter. Wat op zich wel bijzonder is, want die werkt nou ook gewoon nog mee. Zoals je ook kunnen zien is de bovenleiding is nu compleet veranderd. Nou ja, compleet veranderd voor mij dan is. De bovenleiding is nu mooi een 3D bovenleiding in plaats van één recht stukje vooruit. Dat is wel hartstikke mooi. De auto's die rijden nu trouwens ook. Het zijn nu geen stilstaande auto's meer, maar ze rijden nu. Dus dat is ook wel mooi dat het hierin zit. Het maakt het allemaal weer net een beetje echter. Het is dus de bedoeling dat we dit materiaal naar Utrecht heen brengen. Daar moeten we een van de treinstellen moeten we afkoppelen. Ik heb het idee gezien de... Even kijken, maar wij moesten namelijk eerst 402, 641 en dergelijke moesten we ophalen. En volgens mij... droppen we... Ja, we droppen ook precies hetzelfde. Dus met andere woorden, we... We droppen dus de SLT en we gaan dan met de SGM gewoon een stukje verder. Ik dacht even dat er iets vreemds aan de hand was met mijn encoder, maar ik zie dat hij het nou alweer normaal doet. Nou ja, dat zal ik strakjes wel eventjes terug moeten kijken dus, want ik heb geen idee wat er net gebeurde. Want volgens mij leek het erop alsof het beeld heel erg aan het stotteren was en het geluid ook. Dus dan moet ik strakjes maar even terugkijken. Maar ja, op zich is het heel goed erop. Nou ja, in ieder geval nog steeds mooi op weg naar Utrecht. Nou, altijd vervelend als er weer treinen stilstaan, hè. Of het nou DDZ of DDR is of wat dan ook. Maar kijk, 140. Nou, dan kun je in ieder geval zeggen dat je nog met een SGM 100... 40 heb gereden, dat heb je ook niet vaak. Nou, ik zie dat het dus wel iets met mijn video aan de hand is, want ik heb skipped frames detected. Dus daar moeten we
Moet ik straks maar even naar terugkijken. En eventueel uit de video halen. Oh, hij kan nog niet snel 136. Misschien dat het te maken heeft met dat deze jongen niet meer sneller kan. En als ontploft. Wel fijn dat we met wat hogere snelheden deze kant op mogen scheuren, want het was eerst dat je hier een stukje langzamer mocht rijden. En nu is hij zo mooi geoptimaliseerd zodat je hier met volle bak doorheen kunt scheuren. Al zie ik wel dat wij hier geel hebben. We moeten überhaupt remmen. Voor even kijken hoe snel is het volgende. Dat zijn heel snel. We zijn waarschijnlijk iets te vroeg, denk ik. Waardoor we met het andere treinverkeer in de weg komen te zitten. Nee, hij zegt denied, dus met andere woorden, er komt zo meteen nog wat langs. Hier moeten we even stil blijven staan. We kunnen ook trouwens even op de map kijken waarom we stil moeten staan. Dus even zien. Hier hebben wij... ik zie hier wel dat er momenteel een trein weggaat bij Overvecht. En die gaat denk ik heel toevallig onze kant op. Ja, een DDZ komt onze kant op. Al hoop ik... Ja, die kan wel vlak voor ons nog weg. Naar de andere kant heen. Dat is mooi. Zo kom moet, anders krijg je een mooie frontale botsing namelijk. Ga jij maar lekker die kant op. Hoi collega. Mooi. Nou, als het goed is mogen wij dan zo meteen doorgaan. Maar ook mooi. Nou, de weg is heel mooi voor ons vrijgemaakt, dus we kunnen mooi opschieten.
Er zijn nu wel veel treinen stil, of niet? Oké, okay, die staat voor een rood sein. Misschien is dat wel enigszins logisch nog. En dit heeft natuurlijk ook heel erg veel tijd gekost in Utrecht, hè? Dat al die wissels goed gelegd moeten worden, zodat we allemaal met deze snelheden Utrecht binnen kunnen rijden. Maar goed, dat heeft best wel lang geduurd. Maar ze hebben het toch voor elkaar gekregen, dus dat vind ik op zich best wel nice. Er staan wat mensen te wachten, hartstikke mooi. Dan doe ik het in ieder geval niet voor niks. Nou, zet ik deze heel mooi hier neer. Lekker aan het einde van het perron. Gewoon de mensen te plagen, gewoon dat kan. Nou, hier moet hij ook stilstaan, dat is hartstikke mooi. Dan moeten we hier eventjes wachten tot en met 23. Nou, dat kan op zich wel wat sneller. Oh, oké. Okay. Nu de twee treinen nog afzonderlijk wegzetten. Voordat je gaat ontkoppelen, moet er eerst van cap worden gewisseld. Anders raak je de controle kwijt over het treinstel die naar spoor 118 moet. Ja, dat lijkt me wel handig, hè? Dus die. Die. Die, die. Nou, dat gaat wel goed verder. Terug naar de SGM. En dan even de boel gaan ontkoppelen. Zo. Hoppakee. Die andere mag blijven staan. Wij trouwens ook. Dankjewel. Zo. De ATB. Verlichting staat al goed. Richting vaak naar voren. Kunnen wij dit treinstel kunnen wegzetten naar het opstelspoor, om zo te zeggen. Hup. Ik krijg nou weer voor haar opdracht. Ik heb toch al ontkoppeld, dacht ik, of niet? Dat heb ik gedaan. Ik heb ze ontkoppeld, of moet ik nu weer terug aankoppelen omdat het niet goed is gegaan ofzo? Of sta ik op het verkeerde... Ik sta op het verkeerde spoor! Maar we zijn hier gewoon naartoe geleid, toch? Oh, chips. Daar ging er wat. Sorry. We moeten hem afkoppelen op spoor 104A. Maar waar wij staan... Wacht even, waar ben ik er? Task is... Daar. En wij zijn... Hier. Of moeten we gewoon wachten ofzo? Nou, ik moet hem hier niet af... Ik moet hem hier niet droppen. Oké, ik heb het waarschijnlijk gewoon heel verkeerd gelezen. Even terug naar de... Ah. Ja, het is een kwestie van lezen, jongen. Sorry. We moeten deze nog wel daarheen gooien, dus. My bad. Nou, laat maar even snel doen dan. Foutje bedankt, zegt ze dan, of niet?
Kijk, hier moet ik hem droppen. En daarna terug naar perron 118. Nu wel goed. Gelukkig. Zo, terug naar de SGM. Nou, dan moeten we dus hier nu wel echt de SLT aankoppelen. Hoppakee. Die. En die vind ik op zich ook wel leuk. En dan kunnen wij terug gaan. Ja, wacht even. We moeten naar perron 118. Waar is dat? Daar. Hoe kom ik daar nou weer dan? Via wat voor een bijzondere route gaan we daar nou weer naartoe eigenlijk? Of want we moeten hier naartoe. Had toch gewoon via die wissel gekund? Maar hoe wil hij er vandaan gaan dan? Nee, dan kun je me niet vertellen dat we zo erheen moeten gaan, toch? Hé? Ligt dit nou aan mij of is het een heel erg bijzonder scenario dit? Ik weet ook niet wat dit is. Oh, oké, wacht. Ik begin het te begrijpen. We moeten nog weer terug. Ik vind het wel een lastige dit al, jongens. Sorry dat ik het zeg. Zo, die. Andere kant. Die. Heel bijzonder dit, heel bijzonder. Oh, er staat ook even een meneertje aan de kant van het spoor. Heel bijzonder, kan normaal, maar heel bijzonder. Ja, ze hebben wel een dik te laat voor, dat is wel best, ja. Nou ja, anyway, approved. Oh. Oh, ja, tuurlijk. That makes sense.
gaan waarschijnlijk gewoon naar hetzelfde spoor waar we de SLT hebben achtergelaten, of niet soms? Nee, daar gaan we niet. Oké. Okay. Alleen, we zijn nog steeds niet waar we moeten zijn. Echt niet? Nee, echt niet. Oké. Okay. Nou. Andere kant. Maar nu gaan we alsnog naar 109B. Nee. Die. Hij wil ons alsnog naar... Wij moeten naar... 118. Dat is... deze. Moet ik dan de wissel zelf gaan verstellen of zo? Nee, ook niet. Ik hoef de wissel ook niet zelf te verstellen. Anders had ik het wel gezien. Denk ik. Toch? Of... of heb ik hem dan zojuist verzet? Even kijken. Volgens... nou. Dit is voor mij wel een mysterie, dames en heren. Ik weet dat we hier naartoe moeten, maar... maar hoe? We moeten naar de tweede heen. Dat is Utrecht 118, deze. Dit spoor. Is dat deze? Ja, dat is die. Maar... hoe we daar komen... ik kan deze wissel ook niet. Alleen die. Maar. Die wil niet verzetten. Ik denk dat ik hiermee. Dat ik hier het bij moet laten, dames en heren. Ik zou het niet weten. Ik zou niet weten hoe we op de goede plek komen. Om deze trein neer te zetten. Dus ik laat hem maar vier staan. Mocht je in ieder geval even zo leuk vinden. Dan kun je even een blauw duimpje omhoog doen. Als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En wil je graag meer van mijn episodes zien. Dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. Voor nu wil ik even tegen iedereen zeggen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.